We zijn bezig met het lijmen van de boeien. We hebben vandaag de laatste ronde boei gelijmd. En het is goed gelukt. De laatste gaat altijd mooier dan de eerste, dus we weten precies wat we moeten doen. Dus de eerste laag hebben we gelijmd. De tweede laag gaan we daar verspringend overheen maken. Dus hebben we een hele plaat in het midden en twee halve platen op de uiteinden. De derde laag lijmen we weer net als de eerste laag. Tussentijds gaan we de platen nat maken, omdat die lijm die we gebruiken, die verhardt door een chemische reactie met water. We hebben speciale klemmetjes voor gemaakt. Die gaan we om die rand mooi dicht te klemmen, dat er geen vocht in kan trekken later. In principe, we hebben een plat dak. En dat platte dak dat heeft een rand nodig, want als er geen rand aan zit, dan loopt het water zo van dak af. Dat kan dus niet. Dit is eigenlijk de dakrandconstructie. Dit is eigenlijk een soort plaat die dakrand vormt. Daar heb je een bepaald frame voor nodig, omdat je anders die rand nergens tegenaan kunt maken. Er komt straks een mastiekschroot noemen we dat. Een schuine rand wordt er tegenaan getimmerd. En dan wordt die dakbedekking wordt als het ware tegen die schuine rand opgeplakt. Bovenop het framewerk, staat bovenop die boei. En dan komt er later een stalen kap komt er overheen. En dan in principe is die waterdicht afgewerkt. En deze hele constructie, dat is eigenlijk inderdaad bedoeld om het moet en mooi zijn. Die multiplexrand die we hebben, dat is vooral ja, dat het netjes afgewerkt is. Dat je alle constructie die erachter zit niet ziet. En als onderconstructie om je dakbedekking goed te kunnen beëindigen. In de loop van de volgende week, waarschijnlijk woensdagmiddag, proberen we de eerste ronde boei te plaatsen. Want we beginnen met de ronde boei plaatsen. En vanaf die ronde boei, vanaf dat gaan we weer verder werken met hele platen daar tegenaan. En op de hoeken komen de passtukken, zeg maar. Het zijn allemaal platen van 2,50 meter. En op de hoeken komen de paselementen. De hele omtrek van het gebouw is 95 meter. Dus die kom je wel tegen om dat allemaal. Want we hebben een steiger gemaakt, maar dat moet je ook, dus ook iedere keer mee sjouwen door het zand en alles. Dus dat is een hele klus.